Met ad interim minister Krishna Mathura van Onderwijs spraken wij over de zaken welke nu op haar bord liggen in deze periode als ad interim minister van Onderwijs. Het zijn er toch een aantal zaken die dringend aandacht behoeven, zegt Mathura. En we vroegen ook aan haar over de kwestie waar een leerkracht van een middelbare school ervan wordt beschuldigd dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel molest en hoe dat zaakje wordt aangepakt door het ministerie van Onderwijs. Minister, u hakt er nu met het beltje al enkele weken bij Onderwijs. Wat zijn toch zo'n beetje de probleemgebieden die u hebt aangetroffen en dat u toch wel in deze periode wil helpen oplossen? Ik zou niet zeggen problemen, maar er zijn processen die al gaande zijn, projecten die al lopen. En wat ik vooral doe is proberen zoveel mogelijk die lopende zaken af te handelen. Het vernieuwing van het onderwijs is sedert het aantreden van deze regering geïmplementeerd. Het was te lang natuurlijk ervoor in voorbereiding, is geïmplementeerd en dat heeft uitdagingen. De uitdagingen zijn, of laat me het zo zeggen, wat het doel is van die vernieuwing, is dat we kinderen langer behouden in het onderwijs. Want daarvoor was er maar door ongeveer 5000 kinderen die vanaf de GLO niet meer doorstroomden naar de MULO. Nu hebben we gezegd, de kinderen stromen door, blijven langer in het onderwijs. Want als ze uit het onderwijs gaan, dan weten we niet waar ze terechtkomen. En 5000 kinderen per jaar is heel veel kinderen die ergens terechtkomen en geen goede toekomst hebben. Want die samenleving heeft er heel veel aan als we goed opgeleide mensen hebben. Als mensen langer in het onderwijs blijven, als ze goede burgers worden, dan hebben ze een betere toekomst, betere zekerheden. Maar bij de implementatie van die vernieuwing blijkt nu dat veel meer kinderen doorstromen en dat je onvoldoende lokalen hebt om alle kinderen te faciliteren. En toen is er een oplossing gezocht van om de ene dag naar school, om kinderen toch op school te houden. Maar dat brengt ook heel veel problemen met zich mee, want als je 5 dagen naar school zou moeten gaan en je gaat nu om de ene dag naar school, dat betekent dat je in die korte leertijd niet alle lessen, je gaat niet alles kunnen leren. Weet je, je kan het programma niet afwerken. Dus dat is 1 probleem, maar 2 zijn praktische problemen. Ouders die werken, die moeten opvang zoeken voor hun kinderen. Dat betekent in deze tijd meer kosten. Elke keer iemand vragen, je kan verlof nemen, maar uiteindelijk raakt je verlof ook op. Dus extra kosten. En daarom hebben we gezegd, wij zoeken naar oplossingen. En zo'n de bouw van deze lokalen is daarom echt een hele mooie oplossing voor dat probleem van kinderen om de ene dag naar school. Maar intussen heb ik eigenlijk een inventarisatie laten maken van eigenlijk alle scholen waar kinderen om de ene dag naar school gaan. En we kijken naar mogelijkheden naar dat we toch werken met iets grotere klassen. Misschien naar 35 of 40. En dat we kijken naar mogelijkheden om desnoods in sommige klassen 2 leerkrachten te hebben. Dus dat zijn we nu bezig uit te werken. Zodat inderdaad wij op korte termijn dit probleem kunnen oplossen. De bouw van extra lokalen, minister, dat is wel groot. De bouw van extra lokalen, dat is in gang gezet en het gebeurt, maar het gaat niet 1, 2, 3 gebeuren. Het neemt een tijdsperiode in beslag, vooral binnenland. En ik weet dat er een heleboel leslokalen gebouwd moeten worden. Er waren extra middelen goedgekeurd daarvoor. Dus dat is in gang. Maar het duurt maanden. En je wil niet hebben dat in die periode kinderen gewoon om de ene dag naar school gaan. En die extra kosten voor die ouders en extra opvang. Dus dat wil je eigenlijk oplossen. Dus we zoeken naar oplossingen. En ik denk dat we wel eruit komen, ja. We gaan op naar de paasvakantie, minister. Hoe is het gegaan met het tweede kwartaal? Goed, wat ik me tot nu toe heb laten vertellen is goed. Ik heb bijvoorbeeld vorige week een gesprek gehad met arbeidsinspectie, met de directie. Dus wat ik als rapportage krijg is dat dingen gaan. Er zijn natuurlijk extra knelpunten in het binnenland. Waterprobleem is nu aan mij gerapporteerd.
vanwege de droogte raken de reservoirs die er zijn op, zijn leeg. Dus je moet dan extra water gaan vervoeren naar het binnenland. Dat brengt extra kosten met zich mee. We hadden een probleem van boven Marowijnen waar er geschoten was en een leerkracht en leerkrachten weg waren. Dus dat zijn we bezig allemaal op te lossen. En dat zijn eigenlijk reguliere dingen die opgelost moeten worden. Ja. Minister, hoe pakt het ministerie van Onderwijs de case aan waar er nu wordt aangegeven dat een leerkracht van een middelbare school seksueel een student seksueel gemolesteerd zou hebben? Kijk, wij hebben onderwijsinspectie gevraagd om een onderzoek te doen. Een grondig onderzoek en advies uit te brengen naar het ministerie. En pas als we het onderzoeksresultaat hebben, dan gaan we daar inhoudelijk naar kunnen kijken en een besluit over kunnen nemen. En dat doe ik samen ook, want ik kan nu nog niet zeggen, want de persoon, de leerling is in dit geval ook een jeugdambassadeur. Dus we gaan het ministerie van AWJ er ook bij betrekken. Kijk, het moet breed onderzoek zijn. Niet alleen wat de leerling heeft gedaan, maar ook wat nu geuit wordt door de leerling zelf naar leerkrachten. Er moet een breed onderzoek komen. En de leerkracht in kwestie, die verzorgt die is normaal op school? Ja, kijk, zolang je geen onderzoek hebt gedaan en zolang je niet hebt kunnen vastleggen van wat juist is en wat niet juist is, kan je geen maatregelen nemen. Ja. En minister, twee zware ministeries, Defensie en Onderwijs, hoe doet u dat? Dat is elke dag zoeken naar balans en hard werken en doortrekken. Dus ja, maar het lukt. Het lukt wel.